Begin deze week ging in Amsterdam Mannen van de Tango in première. Het is een voorstelling van het Internationaal Danstheater. Wellicht krijgen Willem-Alexander en Maxima deze tango te zien op Kroningsdag. Prinses Maxima zit nog in het wintersportoord Leg, maar anders was ze vast aanwezig geweest bij de première van deze Argentijnse tangovoorstelling. In de Nederlandse dansgroep zitten geen Argentijnse dansers. We pretenderen ook niet dat we de originele Argentijnse tango dansen, maar we hebben er wel het gevoel en het aantrekken, het afstoot en het verleidingsspel, dat hebben we wel op die manier proberen neer te zetten. Ook voor ervaren dansers is de Argentijnse tango een hele uitdaging. The difficulty with the tango is that, especially with the Argentinian tango, which we try to fusion into the modern style with Neil Verdoren, everything comes from the chest. And to stay connected with that instead of holding each other and being connected through that, you try to focus on everything within the chest and to take control and letting go also at the same time. Ik heb, op school, op Codarts, heb ik wel met Neil Verdoren gewerkt, ook aan een tango-project. Dus voor mij was het echt een hele mooie beloning om nu daar zeg maar, verder mee te werken. Het Internationaal Danstheater krijgt geen subsidie meer. Maar het gezelschap geeft niet op en heeft nieuwe sponsoren en hoopt op volle zalen. En dat vind ik zo dapper. En ik vind het ook zo bewonderenswaardig. En we hebben van deskundigen gehoord dat het zo moeilijk is om tango in ballet te vertalen en dat dat hier zo goed gelukt is. Er is nog een klein kansje dat het Internationaal Danstheater mag optreden voor koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ik hoop wel dat, dat er wel zoiets zou kunnen komen, want het is wel een hele mooie, een mooi cadeautje eigenlijk voor haar.